afgesloten wordt mogelijk gemaakt door Nivea Man Deep. This is how epic smells. Er is een mysterieuze ontvoerder actief die het heeft gemunt op bekende Nederlanders. Is hij nou weg? Hallo? Er is een mysterieuze ontvoerder actief. Kom op man, broer man. Waar fuck zitten we? Ah! Rapper en acteur Bilal Wahid is spoorloos verdwenen. De officier heeft rechercheurs Giel, Thomas en Stefan van Team Stuk op de zaak gezet. Zij krijgen de taak om het spoor naar de mysterieuze ontvoerder te achterhalen en de locatie van Bilal te vinden. Oké, er is een ontvoerder actief die aan de lopende band bekende Nederlanders laat verdwijnen. En het schijnt dat hij nogal slordig te werk gaat en overal hints achterlaat die naar zijn ware identiteit leiden. Denk jij nou te weten wie het is? Ga dan naar stuk.tv/opgesloten en laat het ons weten. En alle goede inzendingen maken kans op een epic Nivea Man Deep prijzenpakket. Met een daarin door ons georganiseerde opgesloten ervaring. Dus verzamel alle hints en kom erachter wie de ontvoerder is. Rapper en acteur Bilal Wahib zit opgesloten op een geheime locatie. In deze ruimte bevinden zich allerlei door de ontvoerder bedachte opdrachten, waarmee Bilal aanwijzingen vrij kan spelen die Team Stuk kunnen helpen om deze locatie te vinden. Ik weet niet van wat dit is, man. Bilal is door de ontvoerder opgezadeld met een schokkende enkelband en hij heeft nog geen idee wanneer deze wordt geactiveerd. Maar alles wordt snel genoeg duidelijk. Hey, hallo Bilal. Bilal, wat zie je om je heen? Ik ben denk ik in een soort van container. Ik zie allemaal foto's van mezelf. Ik zie twee kisten, maar die kisten zijn op slot. Hallo? Luister, we gaan een spel spelen. In de ruimte waar Bilal zich bevindt, heb ik 3 aanwijzingen verborgen. Die mogelijk naar de juiste locatie leiden. Oké dan. Ook voor de regisseurs heb ik tijdens al mijn voorbereidingen 3 aanwijzingen achtergelaten. Met behulp van deze telefoon kan Bilal direct contact opnemen met het hoofdkwartier van Stuk TV. Deze telefoonlijn werkt maar 1 kant op. Team Stuk kan Bilal niet bellen. Oh, kut. Jullie krijgen van mij 5 uur de tijd om de locatie van Bilal te vinden en hem te bevrijden. Lukt dit niet, dan zal Bilal nooit meer daglicht zien. En Team Stuk, ja? Om jullie op weg te helpen, er is post voor jullie. De tijd start nu. Oké, ja, ik ga beginnen. Er is post voor ons, jongens. Oké. Hi, let's go. Het is aan de rechercheurs van Team Stuk om achter de locatie van Bilal te komen. Vanuit hun hoofdkwartier in Laren starten zij het onderzoek. Op zoek naar sporen die kunnen leiden naar de 3 aanwijzingen die de mysterieuze ontvoerder heeft achtergelaten. Ook Bilal kan 3 aanwijzingen bemachtigen. Maar het is hem nog niet helemaal duidelijk wat hij daar precies voor moet doen. En ik kijk en ik zie hier een kaart met zijn hoofd erop, het gezicht. Ik zag niet wie dat was. Ik zie allemaal spijkers, ik zag een hamer. Lijp. Ik loop verder. Ik zie zo'n metalen shit. Ik denk, deze is wel heel groot. Ik heb nog een elektrische shocker om mijn been, dus ik denk, wanneer gaat die nou af? Ik loop naar achter, ik zie allemaal foto's van mezelf. Ik denk, what the fuck is dit? Terwijl Bilal alles goed in zich opneemt, heeft Giel de post van de ontvoerder al uit het postvak gehaald. Jongens, post. Ja, wat is dit? Afzender, de ontvoerder. Envelop en een schop. Daar heb je een schop mee. Kijk, we hebben hier een brief. Sander Rijweg, 1403 XV Bussen. Dit is het adres. Ja. Okay. Heb je een sleutel? Klein sleuteltje. Heb je hier nog een sleutel? Dit is de sleutel waar Bilal zit opgesloten. En we hebben een aantal foto's. In het postpakket van de ontvoerder vindt Team Stuk enkele aanknopingspunten. Ze hebben in ieder geval de sleutel ontvangen, waarmee ze Bilal kunnen bevrijden. Ook hebben ze het adres ontvangen van de plaats delict, de plek waar de ontvoering heeft plaatsgevonden. Mogelijk zijn daar sporen te vinden, die kunnen helpen bij het onderzoek. Zo, jij blijft hier. Ja, ik hou de telefoon in de gaten. Jongens, laten we gaan. Oké. En bel me zodra je meer weet, hè. Giel en Stefan besluiten om de verkregen adressen te inspecteren. Terwijl Thomas op het hoofdkwartier de telefoon bewaakt, waar Bilal zijn mogelijke redders op kan bereiken. Maar hij is voorlopig nog wel even bezig om uit te vogelen wat de ontvoerder van hem wil. Oké, dit is denk ik heel makkelijk. Moet deze spijkers denk ik hierin gooien? A6.
A6. Ik heb dit wel vaker gedaan op school. De schoolcoördinaten. Zeg je die? Jezus, maar Anu, bro. Bilal begint ijverig de coördinaten op het bord te timmeren. Maar hij heeft nog geen idee wat hem dat gaat opleveren. Giel en Stefan besluiten allereerst te gaan kijken op de locatie van een van de sleutels. We moeten, denk ik, een brievenbus vinden, want die sleutel is ergens wat. Of een kluisje of zoiets. Kluisje, brievenbus, whatever, moet op de locatie staan. De rechercheurs hebben vermoedelijk een plan waar deze sleutel van pas kan gaan komen. De vooruitgang van Bilal laat nog even op zich wachten. Dan moet ik nu, het moet een patroon zijn, we hebben veel meer van deze dinges. Ik denk dat eentje bij eentje hoort, deze bij deze en deze bij deze. Het is te makkelijk, dat zou niet zo mogen. Bilal kan er nog geen touw aan vastknopen. Team Stuk komt ondertussen aan op de eerste locatie. Oké, laat me hier uitstappen, ik ga zoeken. Oké, ga maar. De mysterieuze ontvoerder heeft tijdens zijn voorbereidingen diverse sporen en aanwijzingen achtergelaten. Wanneer Team Stuk een aanwijzing weet te bemachtigen, komen ze daarmee een stapje dichter bij de locatie van Bilal. Verkeerde nummer. Dit is Liebbergenweg, kak! Waar zit Oosterengweg dan? Dit kost tijd. Waar de fuck zitten we? Bilal heeft de spijkers op de juiste punten van het grid getimmerd. Maar hij ziet niet dat hij met touw de volgorde op het papiertje zou kunnen volgen om zo een deel van de code van het cijferslot op de kist te verkrijgen. Ik ben helemaal ziek van, jongens. Ik ga gewoon dit spel eerst beginnen, man. Bilal besluit zich te richten op de volgende opdracht, waarbij hij overduidelijk heel nauwkeurig te werk moet gaan om de kist aan het einde van deze spiraal te kunnen openen. Ik moet zo snel mogelijk hun bellen. We gaan dit gewoon doen. Fuck, wat gaat er nu gebeuren dan? Oh! Ah, kijk! Wacht. Galen! Oh! Ik ga maar! Oké. Hey, dit doet pijn, bro. 4-3. Ja, bingo. 4-3-4, hier. Ja. Ja, lekker. Oké, ik heb een envelop. Terug naar Steven. Ik heb een envelop. Wat zit erin? Hey, het voelde als een autosleutel. Ja, dat klopt. Autosleutel. Die vind je hier. Ja, ik zeg, we rijden naar het plaatsje Nick. Wanneer Team Stuk een aanwijzing weet te bemachtigen, komen ze daarmee een stapje dichter bij de locatie van Bilal. Ai, safe. Wat mag ik nu doen? Tja, en nu? Want de kist aan het einde van de schokpuzzel is nog niet open. Oké, ik kan dus, denk ik, nu. Die kan je nooit bijpikken. Bilal ziet blijkbaar niet dat hij de hendel met daaraan de sleutel net een stapje terug moet brengen om de kist te kunnen openen. Hij besluit zich op een volgende opdracht te storten. En ik denk dat dit woorden zijn. Dit moeten sowieso woorden zijn. Dus 250. 250. Hier hebben we een 7. 4, 5. Als dit die code is van dat, dat gaan we eerst proberen natuurlijk. 2, 5, 0. Dit heeft sowieso niks te maken met dat, man. Bilal ontdekt totaal geen verband in de foto's die aan de muur hangen. Maar hij ziet wel dat sommige foto's letters of tekens bevatten. Dit is sowieso, dit is een T toch? Het moet een T zijn, dan heb je hier R-O-T, dat is rot. Als we naar steden gaan kijken, is er maar één rot, broer. Rotterdam is het enige wat ik nu hier lees eigenlijk. Ik ga Stuk bellen, man. Ik ga zeggen dat ik rot heb in Rotterdam. Ja, maar Thomas? Ik heb denk ik een aanwijzing. Oké, vertel. Er staat hier rot, dus ik denk dat ik in Rotterdam ben. Heb je nog meer? Wat zie je nog meer? Ik moest een opdracht doen, heb ik helemaal volbracht. Maar die sleutel, hij past niet, man, bro. Geef me nog even een paar minuten, ik ga het fixen, man. Je hebt nog 4 belminuten. Zijn die al ingegaan? 4 minuten, ouwe, kut. Wel je zo terug. Oké, succes, jojo. Kades. Hey, Bilal belde net. En hij heeft 3 letters gevonden. Rot. Hij denkt zelf Rotterdam. Ja, maar dat kan verklaren met de haven, met die container. Bilal zit inmiddels een uur opgesloten. De enige mogelijke aanwijzing die Team Stuk tot nu toe heeft, zijn de letters ROT die Bilal heeft doorgebeld.
Maar hij is druk bezig om de mysteries die de ontvoerder voor hem heeft achtergelaten te ontcijferen. Giel en Stefan arriveren ondertussen op de vermoedelijke plaats delict. Is het hier? Ja, hier is het echt. Dit is de Zanderijweg in ieder geval. En daar staat een auto, daar staat de parkeerplaats. Hier naar rechts. Kijk dat zachte autootje. Ja, die knippert. Niet. Ja. De plaats delict. Dit is dus de plek waar Bilal door de mysterieuze ontvoerder is meegenomen. Hier moeten toch haast wel sporen te vinden zijn. Ja, hier ligt allemaal dingen. Oh, kijk. Kijk, Giel. Dit is een USB-stick. Is het een USB-stick? Ja, kijk, top secret staat erop. Is dit een sleutel? Dit is een agenda, man. Ik ga wel even die hele auto checken, hoor, ouwe. Onder de stoelen. Goed kijken. Hier, er liggen sportschoenen, ouwe. Ja, ik heb nog een deodorantbus gevonden. Dat is wel lekker. De aanwijzingen hebben we, man. Dat is dit. Dat is sowieso die sleutel. Sleutel, dit. Agenda. Laten we terug gaan naar Toe, hoor. Ja, we gaan ik terug. Ik denk dat het slimste is wat we kunnen doen. Het zojuist gevonden bewijsmateriaal zou wellicht nieuwe inzichten kunnen verschaffen. Bilal komt op de geheime locatie tot een ingeving. Maar hoe ga ik deze fucking sleutel hierin krijgen? Misschien moet ik terug. Ah, oké. Maar het is hem wel. Oké, wacht. Blijf jij precies daar. Hij zit erin, bradas. Ik heb een sleutel. Enkelband. Ai, die mag af, bro. En ik heb hier Brabant. Brabant. Ai. Maar kijk dit, bro. Zie je die plekken? Problematisch. Maar Rotterdam is niet in Brabant. Dus wij zijn in Brabant. Bilal heeft zijn eerste aanwijzing bemachtigd. Hij zou dit natuurlijk kunnen doorbellen naar onze rechercheurs. Jullie hebben de USB-stick? Ja, we hebben meerdere dingen. We hebben dus een sleutel. Wacht, nee, hier. Vandaag, 17 juni, afspraak, Lange Heul, Bussum. Nice. Oh, kijk hier. Ja, dat was afbeelding. Noord. Het Noord. Dit is de eerste aanwijzing voor ons. Ja, Noord. Rot en Noord. Bilal heeft Rot, wij hebben Noord. Daar staat een adres, toch? In die agenda. Ik denk dat Gier en ik daar gewoon heen moeten. Dat is hier. Er is allemaal flats en er is een grasveld. Dus als hij straks belt, dan kan je dus wel Noord al doorgeven. Misschien kan hij daar weer. Ja, dat ga ik ook doen. Ik geef alles door. Wij moeten snel door, man, naar die andere. Terwijl Team Stuk op basis van de nieuwe aanwijzingen de woning van de ontvoerder gaat onderzoeken, heeft Bilal zich weer gebogen over de spijkers en probeert de losse eindjes aan elkaar te knopen. Je moet sowieso wat verbinden, want anders waren deze touwtjes zijn er niet voor niets. Misschien staat het in volgorde. Hey, wacht even. Je gaat van A6, ga je naar B6. En dankzij deze ingeving tovert Bilal enkele cijfers op het bord, die hij direct op het cijferslot van de kist uitprobeert. 2, 4, 0. Alsjeblieft, mama. Is hem niet, bro. Bilal heeft de 3 correcte cijfers te pakken. Maar heeft niet door dat hij nog extra informatie van Team Stuk moet doorkrijgen om de resterende 2 cijfers te kunnen vinden. Ik heb nog 10 minuten, ik ga het gewoon proberen, man, bro. Shit, telefoon. Yo, Thomas. Ik heb 1 kist opengemaakt. Lekker bezig, wat zit erin? Er staat Brabant op. Brabant, oké, wij hebben hier het woord Noord gevonden. Dus Noord-Brabant. Dat denk ik, ja. Hey, man, bro, ik ga je zo spreken, we hebben weinig minuten. Oké, succes daar, hè. Ciao, ciao. Oké. Yo! Hey, ik heb net Bilal gesproken. Hij heeft een kist open gekregen met het woord Brabant. Noord-Brabant. Brabant. Wij gaan nu naar dat adres toe, die Lange Heul. Wat er. Yo. Eindelijk leest Bilal de tekst die de ontvoerder voor hem heeft achtergelaten. Heb jij jouw eigen leven nog wel op een rijtje? Op een rijtje? Dan zou je denken van misschien is dit in 2019, dit in 2020, dit in 2005. Maar dat kan niet, want overal zit een foto ook bij van nu en van vroeger. Er zit ook gewoon geen één bij waarbij ik denk van ja, man. Bilal denkt hier veel te moeilijk. Om een aanwijzing vrij te spelen, hoeft hij enkel nog zijn foto's van jong naar oud op volgorde te leggen. Rechercheurs Giel en Stefan arriveren op locatie. Het is dit pand. Maar hij had hier een afspraak. Dit gebouw. Het lijkt erop dat onze mysterieuze ontvoerder op deze locatie een afspraak heeft gehad. Wacht even, dit is open. Zullen we gewoon checken hier? Mijn hart bonst in mijn keel, ouwe. 5, 6, 6. Het is hier.
Wie de fuck woont hier dan? Weet ik niet! Dat is toch raar? Hallo? Recherche! 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 Kijk, 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 kijk. Hier moeten we zijn. Laat mij eens even kijken. Wat hier allemaal aan de hand is. Champagne. Kijk, we hebben hier aanwijzingen. Foto's, ouwe. Gooi's natuurreservaat. Kijk, hier ligt iets begraven. Op de foto's die Stefan heeft gevonden, zien de jongens de mysterieuze ontvoerder een verdacht pakketje begraven. Kijk nou eens even hier. Wat staat er? Geef door aan Bilal. Geef door aan Bilal. Geef door. Kijk, wij hebben ook getallen. Nee. Ja. Zo, wij geven echt een bonk aan informatie aan Tony. Wordt helemaal gek aan. Oh, Giel heeft iets. Nadering, Gooi's natuurreservaat. Even een soort codetaal hier. C is 6, D is 5, C is 4, D is 3. Hoe dan? Dit zijn echt rare codes. Kom op man, broer man. Ik word kapot boos op mezelf, jongen. Hallo, dit is zeker zo makkelijk gewoon. Ik zweer het, dit moet zo makkelijk zijn gewoon. Ga ze gewoon hier op de grond leggen. Op een rijtje natuurlijk. Oké, hier was ik jonger. Ga eerst al die baby dingen pakken. Deze moet hier. Op het hoofdkwartier is Thomas op zoek naar de locatie van de foto's die Giel en Stefan zojuist hebben gevonden. Gooi's natuurreservaat naar Dordrecht. Dus hier. Als we dit nou helemaal hier zetten. 2011, 201. Dat kan ook een postcode zijn. Paradise Drift is dus later. Mokromafia. Ik moet dit gaan doorgeven aan Bilal. Jongens, ik kan er niks anders meer van maken. Dus ik ga ze bellen. Ja, maar Thomas. Yo, Thomas. Yo, luister goed. Je hebt nog 3 belminuten. 3 minuten, oké. Heb jij wat voor mij? Heb jij misschien wat voor mij? Ja, ik heb voor jou een soort van cijfercode. Je moet even meeschrijven, oké? Oké, wacht. 2 seconden. Ah. Ja, zeg maar. De C is van Christian, is 6. C, 6. C, 6. Dirk, 5. Erik, 5. Christian, 4. Dirk, 3. Erik, 3. Ja. Hendrik, 5. Gerard, 4. Iris, 2. Gerard, 2. Je hebt nog 2 belminuten. 5. Oké, ik ga ophangen. Ik ga dit nu even fixen. Heb je nog iets voor mij? Ik heb helemaal nog niks, man. Deze ding is hier. Maar ik ben er bijna. Geef me nog een minuutje of 5 of 10. Oké, succes. Ciao, ciao. Yo. Waarom zeggen we ook succes? Doei, bedankt. Hè. We hebben nog echt nog maar fucking 2 minuten of zo. Giel en Stefan zijn op zoek naar de locatie van de eerder gevonden foto's. Het lijkt erop dat de ontvoerder hier wat heeft begraven. Kut, dit is niet de juiste. Nee? Nee, dit is... we zitten niet goed. Exact hetzelfde bord. Hè, exact hetzelfde bord zit hier ook. 7 minuten, we zitten niet goed. We zitten echt niet goed. Nee? 100%. Nee. Zeker? 100%. Fuck! Giel en Stefan moeten snel op zoek naar de juiste locatie, want de tijd dringt. Bilal timmert de door Thomas doorgebelde extra coördinaten zo snel als hij kan op het bord. Al heeft Bilal niet alle informatie van Thomas goed overgenomen, hij weet toch de combinatie te ontcijferen. Ja toch, papa. 2-4-0 met die 3 achterbij, man, broer. 5 januari. Thomas, ik ga gelijk weer ophangen, ja? Ja, ja, ja. 5 januari. Check. 5 januari 2011. Joto. Ja, ik word net gebeld door Bilal. Hij zegt 5 januari. 5 januari 2011. Ga het opzoeken. Hoe ver zijn jullie? Ja, pik, je hebt verkeerde adres gestuurd. We zitten helemaal niet goed. Ik heb dat tweede adres gestuurd. Daar zag je letterlijk dat bord staan. Ja, klopt, maar het is niet goed, Toon. Er staan meerdere borden, man. Er staan meerdere borden. Het is echt niet de juiste. Oké, later. Dat is niet de juiste. 5 januari 2011. Zoek het eens even mee op. Ja. Op 5 januari 2011 ontstond even voor 2:30 in de middag brand bij het bedrijf Chemipack in het haven- en industriegebied Moerdijk. Moerdijk! Ga eens kijken waar Moerdijk ligt. Dat ligt in Brabant. Kijk, er staan coördinaten bij. Ja. Wikipedia houden. 42 MB 436 OL. We moeten echt als sodomieter die plek vinden waar we moeten graven. Ja. En dan moeten we naar Moerdijk gaan. Hallo Bilal, heb jij je eigen leven nog op een rijtje? Kom op. Ik moet bedenken, wat kan dit voor hun betekenen? Want ik kan hier niks meer doen. Ik kan geen kistjes meer openen, ik kan niks.
Dus ik moet hun iets geven. Ja, kijk! Ja. Deze foto is toch echt... Dat bord. Dat bord. En hier... En dan ligt het hier. Kom op! Ja. Lekker, hier een tas. Een witte tas. Zo, jij hebt wel echt even gegraven, ouwe. Ja. Jeetje, wat zit hierin, man? Petje. Hè? In het etiketje staat Bilal. Dit is de pet van Bilal. Schoenen en hier, kijk. Dit moeten we hebben. Dit moeten we hebben, Giel. Het zijn coördinaten. Dit zijn diezelfde coördinaten die ik net op Wikipedia zei, volgens mij. Holy shit. Hier is die brand geweest, ouwe. Laten we even Toe bellen, man. Even kijken, overleggen even met hem gewoon hier ter plekke. Yo, Steve. We hebben dus Noord gevonden, Brabant, 2011. Nou, Bilal heeft 5 januari opgezocht. Dus dat in type Noord-Brabant, 5 januari, komen we inderdaad uit op Moerdijk. Dus daar zijn we al zeker over. Ja. Die derde aanwijzing, dat zijn die coördinaten. Ja, nou, die weten we. Dus wij hebben die coördinaten, maar nu moet Bilal nog die coördinaten. Wij hebben ons klusje geklaard. Daar lijkt het op. Wij moeten naar Moerdijk gaan rijden nu. Want dat is 1 uur en kwartier rijden. En dan wordt het 3... Is het 1 uur en kwartier rijden? Ja, pik. Oké, dan gaan we rijden. Hebben nog maar 2 uur, volgens mij. Hallo? Thomas, hebben jullie al enig idee waar Bilal is opgesloten? Je moet 1 plaatsnaam doorgeven. Ik laat weten of jullie warm of koud zitten in jullie zoektocht. Oké, de plaatsnaam die wij doorgeven is Moerdijk. Moerdijk is warm. We zitten warm, yes! Ik heb net de ontvoerder gesproken. Moerdijk doorgegeven en hij zei dat we warm zijn. Yes! Oké. De ontvoerder heeft bevestigd dat onze rechercheurs in de buurt van Moerdijk moeten zoeken. Giel en Stefan rijden zonder twijfel door naar de containerhavens van deze Noord-Brabantse gemeente. Ik moet dit gewoon hebben en dan is het hotel gewoon klaar. Maar wat is die koude dinges, man, bro? Ik moet ze denk ik nog 1 ding geven. Alleen weet ik niet wat de fuck dat is, nee. Oh ja, dit is ook zo moeilijk. Ik ben geboren. Werd ik ouder? Werd ik nog ouder? Zat ik op de basisschool, groep 8 is die, 5, 1. Ik wil ze wel bellen, eigenlijk, nu. Ja, maar Thomas? Yo, Thomas, luister dan. 51 graden, en dan een gradenteken, zo'n rondje, zo boven, zo'n kleine. Ja. Dan 40.7. Noorderbreedte. Ik denk dat het heeft meegenomen, maar ik denk dat het heeft gehoord, maar ik denk dat de minuten op zijn. Hij belt nu op met de juiste coördinaten en de juiste tekens. Zo belt. Ik heb nu een exacte locatie in de haven. Ja! Lekker! Yeah! Oké, boys, kom op. Dat komt goed, thanks man. Team Stuk heeft de juiste coördinaten en rijden plankgas naar de havens in Moerdijk. Want de tijd begint nu echt te dringen. Ik hoor allemaal geluiden, ik denk dat ze het steeds zijn. Ik denk, fuck, weet niet. Als wij daar zijn, ja. Dat we heel hard kunnen roepen. Want zodra hij ons hoort... Ja, dat moeten we sowieso doen. We zitten nu heel warm, we zitten close, man. Ja, 100%. Hij zit sowieso ergens in een container in Moerdijk. Ja. Adering, dit meen je niet. Kijk hoeveel containers er staan. Dit is zo epic, ouwe. Holy shit. Moeten we nu hierin? Ja, ik denk het. Oh, ik hoop dat het hier is. Ja, ik denk dat je hier gewoon op moet rijden. Oh, hier oprijden. Hij houdt me maar tegen. Laat je badge maar zien, hoor. Holy fuck, dit is live, gek. Hij moet hier ergens zitten, hoor. Shit. Hij zal ergens hier in deze container, denk ik, man. Holy shit. Je hebt de sleutel, toch? Bilal! Bilal! Yo! Hier! Ja, hier! Hey! Ja toch! Ja! Openmaken dit in! Ja! Ja, man!
shit! Je bent hem! Yes! Lekker! I'm a free man! Dit is I'm top. A free man! Lekker, ouwe! Ja, ja! Yes! I'm a free man! Eindelijk hoor ik iemand mijn naam roepen. Ik heb hem ook gelijk roepen. Brak de deur open. Frisse lucht. Wij zijn de ontvoerder te slim af geweest, man. Ik ben trots op ons, man. Ah, het is gelukt! Yes! Hoe lekker is dat? Wij hebben gewoon gewonnen van de ontvoerder. Yes! En weet je wat ook lekker is? Jullie thuis kunnen ons helpen om te achterhalen wie deze mysterieuze ontvoerder is. Laat ons op stuk.tv/opgesloten weten wie jij denkt dat het is. En alle juiste inzendingen die maken kans op een epic Nivea Man Deep prijzenpakket. Ik ben heel benieuwd waar we volgende week naartoe moeten en wie we moeten zien te bevrijden. Tot volgende week.